Hoi allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video hier op Svensson. De video van vorige week werd zeer goed ontvangen en... ja, dat was het wel. Dat was alles wat ik wou zeggen. Het begin sloeg natuurlijk op het onderwerp van deze week, namelijk douchen. Tuurlijk niet. De video van vandaag gaat natuurlijk over slapen, wat wel duidelijk is. Slaap heb je nodig, iedereen heeft het nodig. Zonder slaap kan je niet leven. Tenminste, niet lang, denk ik. De een vindt slaap wat minder, die gaat er graag vroeg uit en die gaat laat naar zijn bed. Terwijl de ander gewoon vroeg naar zijn bed gaat en laat uit zijn bed komt. Ik ben meer zo'n persoon, denk ik. Ik ben echt geen ochtendmens. Meestal lig ik dan ook in de weekenden gewoon lekker rustig tot 10:30 op mijn nest. Zonde van de tijd natuurlijk, maar ja. Slapen is ook een manier om je tijd te besteden, hè? Maar door de week is het een stuk kloter om uit je bed te komen. Door de week uit je bed komen is... zwaar irritant. Of het nou door je werker komt of door je moeder of een van je ouders die je wakker maakt. Niemand houdt ervan, al helemaal niet op maandag. Kijk dit maar. Jongeman, tijd voor school. Jongeman, opstaan. School, het is weekend. Kom op zeg. Nou en? Je moet toch iets doen, hè? Nee, ga weg. Ga je huiswerk maken, nu. Wacht. Oké, ik heb een voorstel, ja? Wat nou als jij... ik... wij, nee... jij mijn huiswerk gaat maken, dan... blijf ik nog even liggen tot een uur of de hele dag? Verleidelijk idee. Ik wist wel dat ze eruit zouden komen. Ik zou het doen. Slaap ze, jongen. Oh, wacht. Waar liggen je boeken? Lijkt me ook best wel een goede deal als dat zou kunnen, ja. Maar ja... het leven is niet altijd een roosje, of... een roosje? Ik heb geen idee wat ik daar probeerde te zeggen. Dan heb je ook nog slaap in de vakanties. Nou, helemaal in de zomervakantie gaan de meesten laat naar bed en komen er pas laat uit. Zonder wetende dat ze bijvoorbeeld over een paar dagen alweer naar school moeten. Jullie snappen het punt al, je slaapritme is verpest. En dan de maandag, wanneer je weer naar school moet, na een lange vakantie... en je hebt je hele slaapritme verkloot. Je gaat die avond, zeg je van, nou, ik ga vroeg naar mijn bed. 10:30 of 10:15. Vervolgens wordt het bij de meesten toch nog laat. En de volgende dag zit je er zo bij. Die dagen na de vakantie dat je weer naar school moet. Dit is alweer het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. En mijn vraag aan jullie is, zijn jullie een ochtendmens of juist meer een avondmens? Laat het weten in de comments. Als er een leuke reactie is, laat ik die misschien volgende week zien of zo. Wie weet. Bedankt voor het kijken. Zie jullie volgende week weer met een nieuw filmpje. Bedankt voor het kijken en doei!